Als ik minister-president zou zijn, zou ik de wereld een stukje veranderen door iedereen erbij te laten horen. Zou ik richten op het volk en onderwijs? Zou ik meer naar kinderen luisteren, want ze weten meer te zeggen dan wij denken. Wat vinden kinderen belangrijk voor de Nederlandse politiek? Dat wilden verschillende organisaties weten, zoals Kinderpostzegels, Jantje Beton en Stichting Het Gehandicapte Kind. Bijna alle kinderen in Nederland hebben de verkiezingen gevolgd of erover op school geleerd. Maar ja, ze mogen natuurlijk niet stemmen en dat betekent dat er dus eigenlijk niet naar ze geluisterd wordt. En dat moet veranderen, vinden alle grote kinder- en jeugdorganisaties in Nederland en natuurlijk de kinderen zelf, toch? Ja! Ik maak me wel zorgen omdat er niemand met elkaar eens is en ze behandelen elkaar echt niet goed en zeker niet met respect. Uit het onderzoek blijkt dat ruim 90% van alle kinderen in Nederland vindt dat politici verplicht meer naar kinderen moeten luisteren. 75% van de kinderen maakt zich zorgen over wat er in Nederland gebeurt. 90% vindt dat politici ervoor moeten zorgen dat geen enkel kind wordt buitengesloten of gediscrimineerd. Wel leuk en belangrijk dat kinderen ook hun eigen mening kunnen laten zien. En ja, dan zie je gewoon wat er in kinderen hun hoofd omgaan en wat ze willen vertellen. Wat vinden jullie belangrijker, klimaat of armoede? Ja, dan armoede. Ja, ik ook. Politici vergaderen nu over welke partijen gaan samenwerken en welke onderwerpen ze het belangrijkst vinden. De kinderen maken hun eigen regeerakkoord. Zorg is het kernwoord, toch? Is het kernwoord. Dat is echt moeilijk. Ik heb onderwijs, gehandicaptenzorg. Iedereen schrijft op wat hij wil en daarna geeft iedereen zijn eigen mening wat hij wil. Wat is dit? Meer buitenspeelplekken. Ik vind het heel erg leuk en interessant wat andere kinderen vinden. Ik vind het belangrijk dat iedereen zijn eigen mening heeft. En ook het zegt, maar het ging eigenlijk heel goed. Welke vinden jullie belangrijker? Veiligheid op straat, dus over grenzen en eigen volk eerst, dat we die eerst gaan helpen. Of armoede, ik weet niet of die al... Armoede. Is dat belangrijk? Ja, armoede. Ik vind het best wel interessant om met andere mensen te handelen, want sommigen hebben ook een andere mening of andere dingen waar je dan weer combinaties uit kunnen komen, dus je moet altijd blijven overleggen. Laten we gewoon de belangrijkste doen en dan de drie kiezen die het belangrijkste van de belangrijkste zijn. Belangrijkste onderwerpen volgens de kinderen zijn minder oorlog in de wereld, terugdringen van armoede en zorgen dat mensen gezond en gelukkig leven. Klimaat, milieu, wat kiezen we dan? En als je bijvoorbeeld klimaat hebt, daar hoort ook respect voor de aarde bij. Iedereen steekt hand op als hij dan mee eens is. Ja, iedereen. Ja. En dan zijn we klaar, toch? Ja, denk ik wel. Ik vind wel dat die politici een beetje moeilijk doen. Want als wij als kinderen het al zo makkelijk hebben en we het zo snel over eens zijn, waarom kunnen hun dat dan niet? Ook al ben je het niet met elkaar eens, dan moet je wel naar elkaar blijven luisteren. Want dat is het belangrijkste bij dat werk. Als je het even niet uitkomt met elkaar, dan kan je van de andere meningen kan je een ander plan maken. Ik denk dat wij het heel goed gedaan hebben vandaag en zeker naar ons kunnen luisteren en misschien kunnen we er nog wel iets van leren. En zo hebben de kinderen nog veel meer tips. Samen met de jeugdorganisaties gaan ze ervoor zorgen dat er beter naar ze geluisterd wordt. Ja!